dames en heren, en welkom weer. Nou, deze week gaan wij even niet een heel lang verhaal houden. Houd wel in gedachten de video van vorige week, zou ik zeggen. Gaan we eens een beetje boerderijwerk doen. En we beginnen met koeienvoer. Nou, sommigen van jullie hadden de vraag van, is er Nieuw-Holland er nog? Ja, zeker. Ik heb hem voor de voerwagen staan. Ik zal eerst even de olie peilen, anders ben ik geen goede YouTube-boer. Nou, kijk, hij zit niet helemaal aan de max. Maar dan lang niet aan hem in. Is geen probleem hoor. Ik kan wel een literje olie bij op, maar... nou ja, doe maar. Maar goed, zoals gezegd, hier is er nog steeds. Graag schoon. Niet dat dat lukt hier. Maar alle drek wij er niet in. Als je er niet in loopt, hoef je er ook niet uit te halen. Zo, je ziet dat ik hier nou een vrachtje banden. En die zijn van de Maiskeul. Ik kreeg er een vraag over. Ik liet een foto zien op Instagram. Van een prachtige zonsopgang aan die kant. Heb je er geen zand op of geen banden? Nou, ik heb al eerder gezegd, hier is geen zand. Het is jammer klei. En het zand wat hier is, dan moet je dan kopen. Kan allemaal, maar hetzelfde als strandzand, daar kun je geen fluit mee. Dus ik heb hier met een collega boer uit de buurt, die had banden over. Die was een melkveehouder, is nu een beeffarmer, vleesveehouder. En die had nog deze banden en die wilde hij wel vanaf. En dat kost niks, en ik ben Nederlander, dus zolang als iets niks kost, ben ik er heel blij mee. Die banden moeten natuurlijk wel op. Ik had banden besteld, ik heb ze ondertussen ook afbesteld, maar ik krijg nog banden genoeg. Het probleem is dat Canada gaat alles niet zo snel als wij gewend zijn in Nederland. Dus, ja. Even krachtvoeren begin. Geweldig mooie handige schakelaar. Natuurlijk wel dat ik wat schimmel in die mais heb. En dat is geen wonder, maar die mais zit er net 2 weken in. Ja, 2. Ik maak plastic wat tekort en ik wilde het meteen gaan voeren, maar dan is dit een beetje het gevolg. Verderop, ik heb plastic al een beetje naar boven meegehaald en ik ben terug, was me wat opgewaaid en ook weer teruggetrokken. Valt dat reuze mee. Maar de kans is groot. Daarover de hele kuil, omdat er niks bovenop lag. De hele kuil, bovenop gewoon een beetje... Kleel Utrecht Tango met peren is. Voor degenen die ouder zijn, weet welk tv-programma dat komt.
kreeg ook de opmerking van een foto van, god, die meisje is wat grof. Ja, die is vrij grof gehaakt. Er zit vrij veel blad in, zoals je hier wel ziet en ook in mijn hand. Maar het is eigenlijk niet zo'n heel groot probleem, moet ik eerlijk zeggen, maar we hebben heel weinig voerrest. Maar wel is, als je nou heel goed kijkt, zie je overal de korrels, die zijn wel goed kapot. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat die korrel kapot is, want als die korrel niet kapot is, gaat die rechtstreeks door de koe, komt die in de mest, doet die nog niks. Heeft de koe er nog geen klappen? Is het ideaal? Nee. Het is eigenlijk geen probleem, maar we hebben heel weinig voerrest, ik zal het je zo laten zien. Volgende is ook, dat, je hebt ook gezien dat we gras gehakseld hebben, is dat het eigenlijk heel kort gehakseld is. Dat is eigenlijk wel makkelijk voor vastrijden, want je hebt niet per se een verdeler nodig. En dat is denk ik ook de reden dat ze dat hier zo doen. Maar keulverdelers kennen we eigenlijk alleen maar in Nederland. In Duitsland, denk ik, België. Maar Engeland kennen ze bijvoorbeeld ook niet. Dus je kunt ze hier gewoon met een bak of met een schuifblad, kun je die graskeul vastrijden. Dat is de reden denk ik dat ze kort hakselen, maar dat is ook de reden dat ze de mais dan wat langer hakselen. Heeft eigenlijk voor de koe heel weinig invloed. De mest is heel erg hard vooruit gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar we voeren natuurlijk alleen maar balen, alleen maar keulgras. We hebben nu die muis erbij en de mest is gewoon een stuk dikker. De vertering is ook een stuk beter. We hadden heel veel pluk- en keulvoer dat we terugvond in de mest. Een pluk- en keulvoer in de mest heeft niks gedaan. Dan kan ik net zo goed zo'n baal pakken en dan gaan ze in die lagoen flikken. Hetzelfde effect. Doet ook niks. Geef koel geen melk van. Snap je? Dus we hebben de vermengwagen weer voor de dag gehaald. Was een nieuwe vermengwagen. Heeft de vorige eigenaar een jaar of zo gebruikt worden. Daarna is hij dacht bij zichzelf, ik voer toch alleen maar balen. Het is jammer om diesel te verstoken als ik alleen maar balen voer. Nou ja, die gedachte gaan volg ik. Maar ik wil muis voeren en wij voeren wat krachtvoer nou ook aan het voerrek om wat rust te krijgen bij de voerautomaat. Maar dat was er nog wel vrij druk bij de voerautomaat en dan krijg je vazen. Die worden vaak door oudere koeien dan uit die voerautomaat gejaagd. En die krijgen vervolgens onvoldoende brokken. Dus als je dan wat in het basisrantsoen voert aan het voerrek en je gaat wat knijpen in de voerautomaat, dan wordt het wat rustiger bij die voerautomaat en heeft die vaas ook kans om brokken op te halen. Dus daar, we zijn nu nog steeds in de balen. Die maken eerst even heel en op. Ik heb gewoon een hekel aan balen, want je hebt elke bal is anders. En dat is bij een krul natuurlijk, is dat niet zo. Dus. Kijk, mijn mengsel ziet er heel goed uit. Maar je ziet dat we eigenlijk bijna voerrest hebben. Natuurlijk blijft altijd wat en je moet er ook van weghalen en bla bla bla. Heb ik nog nooit gedaan. Ja, ik haal er wel van weg, maar niet dagelijks. Maar er blijft natuurlijk wel wat achter. Maar ze vreten het eigenlijk hartstikke goed op. En dat valt mij 100% mee hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Nou dames, komt u maar. Tijd voor de warme maaltijd.
opletter had natuurlijk gezien dat ik mijn zaagstrooien mee heb genomen vanuit Nederland. Is dit nou ideaal? Op deze manier zo? Of die groeit niet? Nee, maar het is even niet anders. Ik heb het ook wel eens gedaan na melk, als het gedeelte dan leeg was, moet je ook tussen de koeien doorkomen. Hij heeft er ook last van. Dus zo kan het ook. Daarom heb ik een pal naar het voeren en de meeste koeien staan aan het voeren. Dat is de reden. Het is nu dus tijd om die banden op die kuil te gooien. Hoog tijd. Ik had wel even nieuwe beschermkleden gekocht. En wat schetst mij verbazing, ik maak net de verpakking open. Mega nieuw beschermzeilen. Ja, dat is gewoon een Nederlands fabrikaat. Want er is toch maar niets wat gaat. Boven een Nederlands fabrikaat. Alleen er is pokkenwerk. Ik vind er niks aan, maar doe maar. Ik hoop dat het Millennial Farmer trucje werkt. 1, 2, 3. Ha! Ik heb alle banden erop, voor zover dat ik banden had. Maar ik ben onvoorstelbaar dommer. Ik weet dat de helft van jullie dat ook denkt. Maar zoals je ziet, hebben wij een swerpsteel gebouwd van dit soort blokken. En dit soort blokken hebben dit soort hijsogen. Hadden we natuurlijk ook een spanband van de een en andere kant kunnen trekken. Dat is duizend keer makkelijker dan dit. Gosje mijn, wat stom ik daar niet eerder aan gedaan heb. Nou ja, het zij zo. Koffie! By a margin of 5-3 and town council 4-3. In favor of the motion were Mayor Lori Boucher, Deputy Mayor William Cormier, and Councilors Mary Farrell and Ann. Boucher said she knew the issue could be divisive from the beginning, noting people have. Nou ja, dat is dus het nadeel van een enkele 12. Dan moet je je neus leegvreten. Of je rookt, zoals ik. Ik heb nu Canadese check. Stuurdrum bij de pallet. Winmar, de property restoration folks in Cape Breton. And Rose says, great staff, plus an estimated 63 max millions. In the Hall of Dreams, that could be trying every world cuisine on location. Why dream to the min when you can dream to the max? Must be 19 or older. It's the end.
Kijk hier dicht. Achterrijdje open. Komt u maar. En hier drink komen doen ze gewoon niet, want de koeien hebben een hekel aan deze melkstam. En ik ook. Als je een robot gewend bent, dan wil je elkaar niet meer anders. Maar een zij-aan-zij melkstal en er is ook een barst kijkers zijn die hem zo'n ding en die bent er helemaal verliefd op. Maar ik vind het een waardeloze verhouding. En hoe komt dat nou? Koeien hebben hier niks te doen. Dus er is niks wat ze lokt. Je kunt die niet invoeren natuurlijk, want die hekken die gaan op. Dus dan vallen de brokken die naar overblijven, vallen eruit. En koeien moeten een scherpe bocht naar rechts maken. Koeien hebben een hekel aan scherpe bochten maken. En wat heel vaak voorkomt, is dat een koe. Ik zit te kijken of ik het nou ook zie. Deze kruppelt ook iets. Maar wat heel vaak voorkomt is dat een koe op haar linkerbeen staat terwijl ze rechtsaf moet slaan. Nou, is een trucje voor jullie thuis even. Leun op je linkerbeen en probeer rechtsaf te gaan. Dat kun je niet, kan die koe ook niet. Dus de koeien wil er dus niet in komen. Elke ronde, de eerste ronde loopt erin van zichzelf zo'n beetje. Maar verder moet je elke ronde moet je ophalen. Dus ik heb liever een 2x6 visgraad gehad. Maar ik vind dit helemaal niks. Maar het is wat het is, jongens. Ik heb hem. Ik moet het ermee doen. Your requests and dedications are really what makes it special. And you can phone in for a favor any time tonight during the show. Here's my toll-free number. Make sure you have it written down nice and close. 1-866-665-6070. Now, if you'd prefer to drop me an email, the address is request@thebeachparty.ca. A lot of people send requests to me on their Facebook, and you can do that too. Just pop over and visit the fan page on your Facebook. Ja, het is niet helemaal goed te zien op de camera, maar het is een prachtige avond. Maar goed, dat was hem voor vandaag. De meeste mensen die kijken, die zijn boeren, die weten het allemaal al. Maar ben je nog geen boer? Dit werk is allemaal nodig om de melk te produceren. Om die koeien zo goed mogelijk te laten produceren. Zo optimaal mogelijk te laten produceren. En ze zo goed mogelijk leven te geven. En dat is allemaal nodig voor een glas melk en een stuk kaas en die slagroom en die pudding en die vla en die yoghurt en alles. En om dat in de winkel te krijgen. En het is natuurlijk werk. Het is werk. Het is geen beroep. Het is een roeping. Eigenlijk. Het houtje van de straat. Maar goed, dat is allemaal nodig. En het is het mooiste werk van de wereld. Het is niet altijd leuk. Als er 's nachts een koe moet kauwen van je lekker ligt te slapen. Of... ja, als je een storing krijgt aan de robot, we hebben nu nog geen robot, maar als je een storing krijgt aan de robot midden in de nacht, is allemaal niet leuk, maar het hoort er allemaal bij. Dan had je maar geen boer moeten worden. Maar het is het mooiste wat er is. Vanaf best wel een prachtig Nova Scotia op dit moment, zou ik zeggen. Like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij op Facebook en Instagram. En let's make farming great again.